Hierbij een filmpje over diffuus licht. Er is heel veel te lezen, er is heel veel gaande over diffusiteit. De verschillen zijn enorm, ja, enorm groot en er zijn ook onduidelijkheden. Het doel van dit filmpje is om wat meer duidelijkheid te geven over wat diffuus licht nu is en om het u ook te laten zien. Ik ga het u straks laten zien aan de hand van een laser. Voordat we dat gaan doen, wil ik u eerst meenemen naar het zonlicht in algemene zin. Want de zon geeft heel veel straling. En binnen de tuinbouw gebruiken wij slechts 3% van deze straling. Dat kunt u hier op deze foto kunt u dat mooi zien. Binnen deze 3% onderscheiden we ook nog eens het licht wat u en ik zien, namelijk het zichtbare licht. En daarbij hebben wij als mens met name gevoeligheid voor het groene licht. De plant daarentegen met exact dezelfde straling ziet met name het rode licht. Die heeft een extra gevoeligheid voor het rode licht. Kortom, wij mensen ervaren het licht totaal anders als het een plant doet. We gaan zo meteen kijken hoe diffuus licht er nu eigenlijk uitziet. Dat gaan we doen met een groene laser. Groen is dus bewust gekozen omdat het voor u en mij heel goed zichtbaar is met het oog. Maar u heeft net ook kunnen zien dat het groene licht goed zichtbaar is voor een plant. Op de volgende foto ziet u aan de rechterzijde een diffuuscoating. Aan de linkerzijde ziet u een traditioneel krijtmiddel. U ziet direct dat het totaal verschillend is. Een krijtmiddel is geënt op reflectie, oftewel het wegschermen van het natuurlijke zonlicht. Terwijl een diffuuscoating in deze geënt is op transmissie, oftewel het licht wordt op een natuurlijke diffuserende wijze doorgelaten tot de teelt. Op deze volgende foto ziet u standaard tuinbouwglas. Hier is dus geen diffuuscoating aangebracht of hier is geen sprake van diffuus glas. Puur standaard tuinbouwglas op een mooie zonnige dag. U ziet direct op het betonpad ziet u schaduwwerking ontstaan van de kastconstructie. Het gevolg is dat er een niet egaal klimaat ontstaat. De volgende foto laat een heel ander beeld zien. U ziet hier standaard tuinbouwglas wat voorzien is van een diffuuscoating. Ook hier schijnt nu de zon en wat ziet u? U ziet geen schaduwwerking meer. Er is dus sprake van een optimaal diffuserend effect, waardoor er een egaal klimaat is. Ik ga u nu laten zien hoeveel soorten diffuus er eigenlijk zijn. Want we hebben het altijd maar over diffuus licht. Maar we beseffen niet dat er heel veel mogelijk is en dat er vele verschillen zijn. Om dat te laten zien, beginnen we eerst weer met de groene laserstraal. Dat doen we omdat het zichtbaar is voor ons mensen en ook voor de plant. We hebben nu standaard tuinbouwglas. De groene laser schijn ik op het standaard tuinbouwglas. En u ziet in dit geval een loodrechte transmissie. Op het moment dat ik het glas iets ga kantelen, dan ziet u een tweede lichtpunt ontstaan. Dat komt omdat dit glas een hoge mate van reflectie geeft. Deze reflectie kost dus licht. En met name in een winterachtige periode is dit niet gewenst. Ik heb hier wederom standaard tuinbouwglas. Maar dit tuinbouwglas is nu voorzien van een diffuuscoating. Deze diffuuscoating is speciaal geschikt voor groenten. En het ziet er heel anders uit. Let maar eens op. Wederom de groene laserstraal. En u ziet nu rondom de groene laserstraal in het midden, ziet u een verspreiding ontstaan van deze laserstraal. Oftewel een hoge mate van diffusiteit. Kijkt u maar. Dit is dus het principe diffusiteit. Dit tuinbouwglas is voorzien van een diffuuscoating die speciaal geschikt is voor sierteelt. U zult zien dat dat er anders uitziet. Let op. U ziet nu dat het licht wederom verspreid wordt. Maar we zien in het midden, in dit geval, de groene laser niet meer. Dat betekent dat de diffusiteit hier hoger is dan bij het vorige plaatje. Nogmaals, ik laat u de diffuuscoating zien voor groente. Dan zie je het verschil. We zien hier duidelijk
de groene laser in het midden schijnen met daaromheen verspreiding van het licht. Het grote verschil is dus dat het één meer lichttransmissie heeft, dat heeft groente namelijk nodig, en een siertiltachtige heeft wat minder lichttransmissie. U heeft net gezien dat we twee diffuuscoatings hebben, namelijk een diffuuscoating voor groente met meer lichttransmissie, maar wel een hoge mate van verspreiding van het licht. En we hebben een diffuuscoating voor sierteelt en daar ziet u minder lichttransmissie en een nog iets grotere mate van verspreiding van het licht. Maar hoe zit dat nu met diffuus glas? Ik ga u drie typen diffuus glas laten zien. Wederom met de groene laser. Kijkt u maar. Hier ziet u een diffuus glastype wat op een bepaalde wijze het licht verspreidt, diffuseert. Ik ga u nu een tweede type laten zien. En u zult zien, dat ziet er weer heel anders uit. Wederom met de groene laser. En kijkt u maar. Een hele andere mate van verspreiding van het licht. Tot slot een derde diffuus glastype. En er zijn er nog veel meer. Hierbij wederom een heel ander beeld. Zeker als we dat vergelijken met bijvoorbeeld een diffuuscoating. Nogmaals, de diffuuscoating voor groente. Je ziet enorme verspreiding van het licht. Heel anders dan bijvoorbeeld diffuus glas. In het midden ziet u nog steeds de groene laserstraal. Wat betekent dat we een hoge mate van lichttransmissie hebben. Met name geschikt voor groenten. Hier hebben we wederom een diffuuscoating, maar dan voor sierteelt. En hier ziet u hoge mate van verspreiding. En u ziet in het midden niet meer de groene laserstraal. Oftewel iets minder lichttransmissie en een optimale verstrooiing van het licht. Juist voor een sierteelt gewas. Ik hoop dat u hiermee iets meer duidelijkheid gekregen heeft over de verschillende wijzen van diffuseren. En dat diffuus licht niet automatisch diffuus licht is. Dat er dus grote verschillen zijn. Mocht u meer willen weten over diffuus licht, en in het bijzonder over diffuus coating, dan kunt u ons uiteraard contacten.